heet u welkom vanuit een sfeervolle voetballocatie, het Juventus Stadium. Mijn naam is Sierke Vos en samen met Jeroen Guter voorzie ik deze wedstrijd van commentaar. Vandaag staat er een wedstrijd in de groepsfase van de UEFA Champions League op het programma. Dit is Juventus tegen Paris Saint-Germain. In groepswedstrijden is het van belang dat je consistent presteert. Je kunt het je eigenlijk niet voorloven om punten te morsen onderweg, want voor je het weet lig je eruit. Nou, dat alles moet leiden tot een mooie wedstrijd vandaag, zie je. En dan begint Juve met deze elf. Chesney verdedigt het doel. Danilo speelt als centrale verdediger. Samen met Bonucci. Paul Pogba start als centrale middenvelder. Samen met Rabiot. En voorin zien we twee aanvallers. Die samen de productie van doelpunten voor hun rekening zullen moeten nemen. Nou, ik ben benieuwd hoe ze dat gaan uitvoeren, Siert. Spelen ze op lijn? Gevaarlijke hoge bal in de diepte. Adrien Rabiot. Doelman wordt aardig op de proef gesteld. De bal komt voor het doel. Een lastige kopbal. Maar hij weet die bal te keren. Goed gekopt. Maar minstens zo goed gestopt door de doelman. Hij wordt vroeg druk gezet. Heel goed. Hij schiet. Hij keert de bal knap. Oh, die supporters van Juventus. Wat maken ze een kabaal, zeg. Dat moet die spelers toch vleugels geven. Bal veroverd in de eigen 16. De startopstelling van Paris Saint-Germain van vandaag. Onder de lat vinden we Donnarumma. Marquinhos start in de verdediging. Met Sergio Ramos ernaast in het centrum. Frenkie de Jong start op het middenveld. Met Fabian in het centrum. Lionel Messi staat voorin. Samen met Kylian Mbappé. Geen enkel gevaar levert dit op. Ja, dat zal de doelman ook niet erg vinden. Verliest balbezit. Ruimte voor de counter. Goed afgeschermd de bal. Het zijn virtuozen. Met het grootste gemak wordt die bal rondgespeeld. De voorsprong dan nu. Zo, die zit er allemaal mooi bij, zeg. Wat een duik. In het midden van de 16. Donnarumma, super redding. Nou, je ziet het, hè. Ze creëren heel wat kansen, maar ze doen er zo weinig mee. Ja, als je op deze manier afrondt, dan scoor je nooit. Netjes gedaan door de keeper. Stijl voor gestopt. De ploeg wordt gesteund door het publiek. Als ze uit deze... Oh, die gaat... Lekker geraakt met het hoofd. Ja, maar laten we eens even focussen op de redding. Die mag er ook zijn, hoor. Oh, Pogba. Hoog voor de pot. Ze krijgen die bal maar niet weg. En ze hebben het alweer opgelost. En dan is de rust aangebroken hier in het... Wedstrijd in de groep in de UEFA Champions League. Tweede helft, we zijn begonnen. Filip Kostic met ruimte voor zich. En dan is deze aanval, ja, geschiedenis. Voor rust speelde Kylian Mbappé niet goed. Zie het, ik denk dat we toch wel iets meer mogen verwachten, hè, van deze speler. Het was niet dramatisch of zo, maar ja, er mag op deze positie toch wel wat meer dreiging van uitgaan, hoor. Ik heb dat ontzettend gemist in de eerste helft. Fraai afstandsschot. De keeper zit erbij. En ze krijgen de bal weer. Ja, komt hij dichterbij. Gaat deze aanval wat opleveren? Hij schermt de bal goed af. Dus moet erin om voor te komen. Hij houdt hem tegen. Wat een reactie van die doelman. Nou, als je
je van dichtbij nog zo kan reageren, dat is bijzonder imponerend. Een venijnige kopbal. En menig keeper zou hier op het antwoord schuldig zijn gebleven. Ja, maar deze doelman dus niet. Wordt de corner naar een teamgenoot. Ja, die moet erin. En dan gaat deze bal er wel in. Ja, het was gewoon een kwestie van tijd. Ah, dit is gewoon een optelsom. Na zoveel druk, ja, kan een doelpunt niet uitblijven. De score is geopend. Het is 1-0. Cuadrado. Cuadrado. Pogba misschien. Wat een geweldige redding. Keeper zit nog aan tegen de paal. Hij weet de bal te onderscheppen voordat het gevaarlijk wordt. Echt knap hoor, hoe hij de bal tegenhield. En maar goed ook trouwens, want anders stonden ze nu 2 achter. Zo, wat een kans! Kans op een goal! De verdediging ruimt op, al zag het er even gevaarlijk uit. En dan gaat Juventus nu wisselen. Mbappé, dat moet de gelijkmaker worden. Ja hoor, ze maken gelijk. Wie had dat gedacht, zo laat in de wedstrijd nog? Ja, zie het, laten we wel zijn. Dit is eigenlijk een onlogisch doelpunt. Het is volkomen tegen het spelbeeld in dat deze ploeg scoort. Maar dan ontstaat er eventjes de ruimte en dan gaan ze dan wel heel goed mee om. En het staat weer gelijk, 1-1. Juventus brengt de bal naar voren, op zoek naar die winnende treffer. Ze hebben niet lang meer. Daar is de voorzet bij de tweede paal. Deze bal eindigt pardoes in de handen van de keeper. Zonder enige moeite trouwens. 5 minuten op de klok nog. Nou, maak hem dan maar voor de voorsprong. Het schot wordt afgeweerd door een speler. Gaat hem pakken. Daar is ruimte voor Filip Kostic. De verdediger steekt er een stokje voor. En dat is het einde. Het is dat de hemel zijn sluisdeuren heeft geopend. We gaan hier een regenachtige voetbalavond tegemoet. Uiteraard kijken mijn collega Jeroen Guter en ondergetekende Siert de Vos er naar uit om deze wedstrijd voor u te becommentariëren. En vandaag zitten we klaar voor een heenwedstrijd in de 8e finale van het toernooi. Dit is Leipzig met een wedstrijd tegen Paris Saint-Germain. Nou, hopelijk krijgen we vandaag een leuke wedstrijd te zien, Siert. Het risico bestaat natuurlijk dat beide ploegen in deze heenwedstrijd de katten te boven zullen kijken. Kylian Mbappé! Ja, redding! Wat een redding van de doelman. Ja, en die inzet, die komt van heel dichtbij, hè. Dan heb je eigenlijk bijna geen tijd om te reageren. Dan winnen ze Van Dijk. Een actie. Op zijn gemak hier. Marco Verratti. Neymar aan de bal. Pak het dan voor de voorsprong. Ja, mooie redding van Colaxi. Helemaal gestrekt. Hoekschop in het centrum geplaatst. En deze wordt geblokt. En nog een hoekschop. Ja, Messi schiet. Heerlijke duik van Colaxi. Oh, wat mooi zeg. En daar is Van Dijk. Dat was heel nodig, die actie. Messi. De voorsprong dan nu. Prima redding. Komt de corner van Neymar in de 16. Ja, Messi schiet. We gaan weer een hoekschop nemen. Messi. Prima actie van de sluitpost. Er wordt weer een hoekschop gegeven. Hakim Ziyech. Blokkeert die bal.
Hakim Ziyech. En daar maken ze de eerste van de wedstrijd. Nou hoor, dik verdiend. Ja, maar die zat er ook wel aan te komen. Hè. Het loopt gewoon lekker. Ze weten elkaar goed te vinden. En als die kans dan komt, ja, dan hangt hij meteen. Hij heeft zich aftrap. Een enorm voor de tegenstander, want die paas kwam net niet aan. We gaan er eens goed voor zitten. Voor een van de allergrootste sterren in het voetbal in Europa. Deze nog jonge Kylian Mbappé. Wat verwacht jij van hem? Deze man is zo doelgericht, zo trefzeker. Daniel Olmo, prima gekeerd. Die boven op doen. Bal komt voor het doel. Ze krijgen die bal maar niet weg. Hij neemt de bal op de schoen. Simpel genoeg. Inworp voor de tegenpartij na die actie. Er is een medespeler in de buurt. Werner. En daar eindigt de aanval. André Silva. Daar gaat de bal. De eerste paal. Nou en bedankt hè, zegt de keeper. Want de voorzet eindigt uiteindelijk veilig in haar handschoen. Ja, de arbiter zag het. Maar de aanval van Paris Saint-Germain kan door. Mbappé leidt de aanval in. Kijk eens naar die slimme dribbel naar voren. Perrette, het spel gaat door. Schot wordt goed geblokt. Frenkie de Jong. Door op Neymar. Sterk verdedigd op de eigen helft met die tackle. Ja, dit zijn de reddingen die het verschil maken, hè, zie het. Hier laat hij zien wat hij kan. Hij pakt die op eigen speelhelft. Hier zou een counteraanval kunnen aankomen. De verdedigers schakelen niet snel om. Die counter leek gevaarlijk te worden. Maar ze zijn de bal weer kwijt. André Silva. Nu op doel. En goed zeg, dat blok. Kylian Mbappé. En Neymar hier. Terug naar Neymar. En weer in balbezit. Daar kan hij worden geholpen door een medespeler. Opstomen met de bal. Die houdt hem tegen. Neymar. Neymar met een geweldige kans. Oui, c'est un but, monsieur. Pour Paris Saint-Germain. De Parijs. Een uitbraak. En door die mooie individuele actie komt hij zo ver dat hij gewoon kan scoren. Deze goal kun je gewoon helemaal op zijn Diaby. André Silva. Werner. Een behoorlijke duik hoor voor de keeper. Er wordt een beroep op de bank gedaan bij Leipzig. Het publiek laat zich horen. Hun ploeg heeft het moeilijk, maar de hoekschop biedt perspectief. Misschien wordt deze mogelijkheid bedoeld om de achterstand te verkleinen. De scheidsrechter fluit af. Tijd voor. Daar fluit de scheidsrechter voor het begin van de tweede helft van deze heenwedstrijd van de achtste finale in de Champions League. Nou, kom erop met die tweede helft. Tegenpartij aan de bal. Gevaarlijk dat hij daar de bal kan afpakken. Werner en prima gered daar. De hoekschop komt voor. Nee. Die bal moet je beter wegwerken. Dat oogde gevaarlijk, maar ze hebben het opgelost. Niet meer in balbezit na die ingreep. Bal vast in de handen. Ik heb trouwens nieuws over die transfergeruchten van de laatste tijd. Ze zijn bevestigd. De transfer gaat dus echt plaatsvinden.
Ja, ik denk dat ze behoorlijk wat profijt kunnen gaan hebben van al die jaren. Oh, als dat geen goal wordt. Koeko verliest de bal. Marco Verratti. Mbappé. Geweldige mogelijkheid van Mbappé. Weer een treffer en wat een feest hier. Het feest gaat beginnen, want er liggen er drie binnen. Dat was alweer het derde doelpunt. 3-0 de stand. Zet in het strafschopgebied. Het is toch een makkie voor de keeper. Oh, eenvoudig buiten maken. Er zijn mogelijkheden voor een counter. Hier is de grote Sergio Ramos. Goed gepakt door de keeper. Weggegeven door Lionel Messi. Neymar. Ze hebben de bal terug en nu tempo maken. Koulaksi, niet normaal. Die redding. Corner voor het doel gebracht. Marco Verratti. Koulaksi, bovenaars die redding. Ja, daar vinden ze Van Dijk. Ziyech, die kan erin. Ja, die gaat erin. Wat een overtuigende wedstrijd. Het verschil is nu 4 treffers. Hier is Telraam journalistiek nodig. We gaan verder met een afgetekende score. 4-0. De tegenstander weet er niet af te stoppen. Dit is mooi verdedigend werk. We hebben nog 20 minuten te gaan. Kylian Mbappé. Terug naar Messi. Goede tackle op de eigen helft. De bal is weer in bezit. Dit kan een counter worden. Nu moet het vervolg komen. Komt er een doelpunt aan? Hij kwam 1 tegen 1 met de keeper te staan, maar verprutst die kans. Ja, maar je kunt ook zeggen, zie het, dat het knap is hoe de keeper de bal pakte. Ik vind dat hij hiermee zijn ploeg redt. Dat wel. Neymar. Sergio Ramos. Dat is Lionel Messi. Frenkie de Jong. Een zwak moment. Ja. En bal kwijt. Frenkie de Jong. Daar is ondersteuning voor de aanvaller. Een mooie kans. Hij houdt hem wel knap uit. Bal voorgegeven door Nkunku. Leimer. Werner. Oh, wat een kans zeg. Dit was toch een mooie afstand om hem tussen de palen te krijgen. Maar hij gaat op het aluminium. Maar zie het. Gewoon veel te hard geschoten. Dat moet met beleid. Nu is hij hem kwijt. Dit is Dani Olmo. Over 7 minuten is de reguliere speeltijd voorbij. Goed gedaan. Hij zat er bovenop. Javert. Een fraaie lop. Ja, het is een paas. Dani Olmo, dit is je kans, man. Hombre, schitterende treffer. Ach, kijk eens, er komen sterretjes voor die bal. Hij doet het met een prachtige volley. En de doelman, ja, die kan er alleen maar naar kijken. Hij zou eigenlijk moeten applaudisseren. We trappen af met een score van 4 tegen 1. Neymar Junior. Kylian Mbappé. Ja, mooie redding van Koulaksi. Helemaal gestrekt. Er gaat een wisselspeler in het veld komen voor Leipzig.
goed op blok gezet. Marco Verratti. Schotkans van dichtbij. Goed opgelet door de keeper. Bal wordt voor het doel gebracht. Die corner is te kort en komt daardoor niet aan. Einde duel. De zegen is voor. Voor iedereen op deze bijzondere dag. In het prachtige Parc des Princes. In de Franse hoofdstad Parijs. Uw commentatoren zijn vandaag weer Jeroen Guter, hier naast me. En ondergetekende Sier de Vos. En we hebben vandaag bekervoetbal voor u in petto. Dit is Paris Saint-Germain. Met een duel tegen Lille. Ja, het is eigenlijk voor iedereen wel duidelijk, hè, Sier. Dit team speelt thuis. Niemand zal ontkennen dat ze de grote favoriet zijn. Ik verwacht een dominante helft te zien. Door deze wedstrijd in een... Hij ontsnapt, hij moet scoren! Zo lang zijn we nog niet bezig, maar hier is al de openingstreffer. En dan gaan we eens kijken wat Paris Saint-Germain aan die achterstand kan doen. Neymar Junior. Als je ervan houdt, is het prachtig om te zien. De liefhebbers van de tiki-taka worden op hun wenken bediend. De bal gaat snel rond. Ja, dit is een zelfverzekerde, een aanvallende dribbel van Mbappé. Wordt dit dan een doelpunt? Nee, maar... Ja, dan maar zo. Het spel golft echt op en neer hier. Ze kwamen net achter, maar staan nu alweer op gelijke hoogte. Het doelpunt wordt eigenlijk gecreëerd door die actie van Neymar. Gaat zijn man voorbij en dan komt de bal bij Neymar terecht. Die hem hard en zuiver in het doel schiet. Mooi afgemaakt. En het staat weer gelijk. 1 tegen 1. Oh, wat een paas. Zo slecht. Ze raken hem kwijt. Rodrigo. Dat is een sterke onderschepping. En we wisselen weer van balbezit. Hij speelt hem slim. Het leek een veelbelovende counter. Hij strandt. Oh, wat een kans! Blijf gevangen. Doelpunt! Goal van Mbappé! Counteren, dat is een kunst. Er zijn niet veel ploegen die dit beheersen zoals deze ploeg. Kijk eens hoe snel er wordt omgeschakeld. Hij was er opeens vandoor en de verdediging had niet echt een antwoord. Het gaat om die individuele actie, heel mooi. En dat bekroont hij dan met een doelpunt. Het verschil is minimaal, het staat 2-1. Rodrigo Moreno. André Gomes. Simpel geworden, dat zo. Frenkie de Jong. Daar is Kylian Mbappé. Messi nu in de aanval. Maar ze kunnen het gevaar op tijd keren. Inworp naar die tackle. Messi, Marco Verratti, Mbappé, een mogelijkheid voor Neymar. Weggewerkt en dan is het dus een hoekschop. Op de corner van Neymar in de 16. Nee, er zit iemand bij. André Gomes, Ismaili. Zet verder door. De verdediger houdt die bal tegen.
De bal werd aangeraakt, dus het wordt een hoekschop. Niet voorgegeven, een korte corner. Maakt een beweging naar binnen. Dit kan de gelijkmaker worden. Goed gered hoor, door de keeper. Mbappé. Buiten spel hier voor Kylian Mbappé. De paas komt niet aan. Balverlies. Paris Saint-Germain slaagt er nog niet echt in om het spel te dicteren. Maar ze hebben dat balbezit blijkbaar ook helemaal niet nodig om toch een zegen in de wacht te slepen. De Jong! Ja, dit is waarvoor hij betaald wordt natuurlijk, om dit soort ballen tegen te houden. Prima gedoken hoor. Neymar neemt hem. De bal in de 16. Hij weet het schot tegen te houden. In de opbouw. Er wordt naar mogelijkheden gezocht. Neymar. Leo Messi. Hakim Ziyech. En dat is een treffer voor Paris Saint-Germain. 2 doelpunten staan ze nu voor op een tegenstander. Ja, wie moet je hier nou eigenlijk iets verwijten? De keeper? Nou, toch eigenlijk niet. Hè? De verdediging wellicht. Maar als die speler van zo dichtbij de bal krijgt, dan is het natuurlijk makkelijk af. En we hebben nu een stand van 3-1. Er komt 1 minuut bij. Een dreigende dribbel op de helft van de tegenstander. Schot, ja, om dichterbij te komen. De scheidsrechter bepaalt dat het... De tweede drie kwartier zijn begonnen hier in Parijs, in het Parc des Princes. David. Nou, mooi binnengehouden. In een kansrijke positie hier. Hij zorgt ervoor dat de voorzet niet aankomt. Niet voor de pot, maar een korte bal. Balbezit naar die sterke tackle. Wie de transfer maakt een beetje voogde, heeft vast al gehoord van die nieuwe aanwinst van Arsenal. Ja, klopt, zie het. Deze speler kan me wel bekoren. Ik denk dat dit een uitstekende zet van ze is. Steekbal door de lucht. Die voorzet komt met de tegenstander. En die moet nu opruimen. Goed gekeerd door de keeper. Hoekschop komt voor. Bal vast in de hand. Lionel Messi. Balbezit kwijt. Lille op achterstand. Ze laten de bal lekker rondgaan. Ismaili. En daar is dan de voorzet. Kieper zag die bal zo op zich afkomen. Maar kan moedeloze redding brengen. Neymar Junior. Nog een half uur reguliere speeltijd in deze wedstrijd. En hij houdt knap tegen. Rodrigo Moreno. Liel met ruimte op de flank nu. Die bal zit er toch nog een net naast, zeg. De coach gaat wisselen. Weggegeven door Lionel Messi.
David. Ze bouwen op en zoeken naar mogelijkheden. Het schot wordt tegengehouden. En dan kan de bal naar de doelman voor een doeltrap. Marquinhos verliest de bal. Rodrigo Moreno. André Gomes. André Gomes. Dat die kans er toch niet in ging, hè? Ja, de doelman was al geklopt. En dan ziet hij tot zijn verbazing en tot zijn geluk dat de bal toch weer terugspringt in het veld. De aanval is nog niet afgeslagen. Goed gedaan, zeg. De dreiging verholpen en de situatie gered. Als ze nu schakelen, is een counter mogelijk. Lekker die bal in de ruimte gespeeld. Ja, het schot gaat rechtstreeks op de doelman af. Nou, en zo raakt Ziyech de bal kwijt. Rodrigo Moreno. André Gomes. David, wat een misser. Dit was een cruciaal moment om hem erin te leggen. Die had Kees Jansma nog gemaakt. Ja, dat denk ik ook. Of Jack van Gelder. Maar we weten in ieder geval zeker dat dan de achterstand nog maar één doelpunt was geweest. Ogen voor zijn ploeggenoot. Die begrijpt goed in. Op de corner van Neymar in de 16. Messi aangevallen, maar hij gaat niet naar de grond. Kans hier! Het schot werd aangeraakt door een tegenstander. Vier minuten nog in de reguliere speeltijd. Paas met een lop. Teruggelegd via die voorzet. De doelman heeft hem in zijn handen. Marco Verratti. Dat was echt een te zwakke paas. André Gomes. Rijtsignaal klinkt. Paris Saint-Germain. Hallo beste kijkers. En hartelijk welkom. Voor hopelijk weer een spannend potje voetbal. Voor het commentaar bij deze wedstrijd kunt u vandaag, ja vandaag, eigenlijk altijd. Of u moet overschakelen naar het Engelsman, maar doe dat maar niet. Bij ons is het veel leuker. U kunt luisteren naar Jeroen Grütter en mijzelf, Siert de Vos. En over enkele ogenblikken zal hier worden afgetrapt voor de 8e finale van dit toernooi. Deze wedstrijd wil je niet missen. Bedankt voor de introductie, Siertje. Hij pakt de bal en begint aan uitbraak. Nou, en dan valt het eerste doelpunt toch wel heel erg snel. Voor de tegenstander is dat alsof ze een emmer koud water in het gezicht krijgen. Counteren, dat is een kunst. Er zijn niet veel ploegen die dit beheersen zoals deze ploeg. Kijk eens hoe sneller worden omgeschakeld. Wat een mooie actie, zeg, van die speler. Hij creëert eigenlijk zelf de kans met die uitbraak. Voor de verdedigers geen kans om hem af te stoppen. En dan scoort hij uiteindelijk. Het eerste doelpunt is gemaakt. De stand is 1-0. Eigen helft, de bal veroverd. Ze komen nu dichterbij. Schiet op doel. Hij moet hem maken. Hij komt eruit om die bal te pakken. Er is de afgelopen dagen veel gezegd en geschreven over deze man hier. In aanloop naar deze wedstrijd. Want na lange tijd van aanhoudende geruchten. Oh ja hoor, ja, hier, de kans. Doe er wat mee. En klem die bal. Goed hoor, buik gedaan door die keeper. Voor het doel gegeven. Marco Verratti, hij houdt het schot tegen. En andermaal springt er iemand voor.
Die bal wordt onderschept. Neymar. Mbappé krijgt een open kans. Maar het gevaar is nog niet geweken. Dat hebben ze toch mooi opgelost. Belangrijke redding hoor. Want hiermee houdt hij zijn ploeg in de wedstrijd. Echt een mooie actie van die doelman. Zo blijft de achterstand nog te overzien. Lionel Messi. En nu heeft hij de ruimte om over te steken. Nu dan misschien. Oui, c'est un but, monsieur, pour Paris Saint-Germain. De Parijzenaren verdubbelen daarmee hun voorsprong tot 2. Je zou kunnen zeggen dat dit een schoolvoorbeeld is van een geslaagde counter. De omschakeling, de afgemeten. Nou, ik mag wel zeggen, fantastische paas. Alles goed. En daardoor ziet de doelman opeens 2 man op zich afkomen. En weet hij eigenlijk bij voorbaat al dat hij kansloos is. En dat wordt door die spelers nog eens onderstreept met deze vrij simpele afronding. De schot wordt geblokt, toch? Ja. Lok. Kylian Mbappé. We gaan alweer bijna rusten. En voor. Bewaar deze even voor laten zien, want er komt een enorm gevaarlijk moment aan. In de touwen, hij zit. De tegenstander hangt nu in de touwen, want heeft nu 3 treffers nodig voor gelijkspel. Wat een uitstekende eerste helft om nu al op zo'n voorsprong te staan. De scheidsrechter fluit en maakt zo een einde aan. Hopelijk krijgen we ook in deze tweede helft weer wat doelpunten te zien. PSG staat er goed voor. En Verratti is de bal kwijt. We hebben er met de speler zelf over gesproken. We weten. Zit, let op! Gevaar voor het doel. Hij zit en zo vergroot hij de voorsprong tot 4 treffers. Trappen af met 4-0. Het krachtsverschil is duidelijk. Aanvoerder Jong heeft wel eens lastige ballen gehad om te onderscheppen. Daar is hulp voor de aanvaller. De bal wordt onderschept. Neymar. Ruimte voor de counter. Hij ontsnapt, hij moet scoren. Schot wordt geblokt. En boom, nog een goal. Ze maken gewoon gehakt van deze tegenstander. En het is niet eens woensdag. Je zou haast medelijden krijgen. De aftrap. En het staat inmiddels alweer 5-0. Messi. Goed geanticipeerd op die pas. Hij zit ertussen. Hij krijgt hulp. Aanval is voorbij. Hij heeft de bal. Messi. Neymar. We hebben nog 15 minuten te gaan. Wie weet hij te onderscheppen.
Neymar. Leo Messi. Mbappé. Leo Messi nog eens. Messi moet scoren. Ja, mooi geblokt. Messi. Grote kans voor Messi. Een geweldig staaltje verdedigen. Bijna het einde van het duel. En Paris Saint-Germain heeft toch lekker gespeeld hoor. Als het zo blijft, een geweldige eindstand. We hebben hier niets minder dan een topploeg aan het werk gezien. Zoveel kwaliteit, zoveel genialiteit, zoveel inzicht. En dan ook nog eens een keer de samenwerking tussen de spelers. Ja, dat leidt dan tot zo'n score. Ja, PSG heeft de volgende ronde bereikt. Zo is dat de hemel zijn sluisdeuren heeft geopend. We gaan hier een regenachtige voetbalavond tegemoet. Uiteraard kijken mijn collega Jeroen Guter en ondergetekende Siert de Vos ernaar uit om deze wedstrijd voor u te becommentariëren. En vandaag zitten we klaar voor een heenwedstrijd in de 8e finale van het toernooi. Dit is Leipzig met een wedstrijd tegen Paris Saint-Germain. Nou, hopelijk krijgen we vandaag een leuke wedstrijd te zien, Siert. Het risico bestaat natuurlijk dat beide ploegen in deze heenwedstrijd de katten te boven zullen kijken. Kylian Mbappé! Ja, redding! Wat een redding van de doelman. Ja, en die inzet, die komt van heel dichtbij. Hè. Dan heb je eigenlijk bijna geen tijd om te reageren. Dan winnen ze Van Dijk. Lachie. Op zo'n gemak hier. Marco Verratti. Neymar aan de bal. Bakkende voor de voorsprong. Ja, mooie redding van Colaxi. Helemaal gestrekt. Hoekschop in het centrum geplaatst. Deze wordt geblokt. En nog een hoekschop. Ja, Messi schiet. Heerlijke tuin van Colaxi. Oh, wat mooi zeg. En daar is Van Dijk. Dat was heel nodig, die actie. Messi. De voorsprong dan nu. Prima redding. Op de corner van Neymar in de 16. Ja, Messi schiet. We gaan weer een hoekschop nemen. Messi. Met de doelpoging. Prima actie van de sluitpost. Er wordt weer een hoekschop gegeven. Hakim Ziyech. Blokkeert die bal. Hakim Ziyech. En daar maken ze de eerste van de wedstrijd. Nou hoor, dik verdiend. Ja, maar die zat er ook wel aan te komen. Hè. Het loopt gewoon lekker. Ze weten elkaar goed te vinden. En als die kans dan komt, ja, dan hangt hij meteen. Leipzig mag aftrappen. Een enorm voor de tegenstander, want die paas kwam net niet aan. We gaan er eens goed voor zitten. Voor een van de allergrootste sterren in het voetbal in Europa. Deze nog jonge Kylian Mbappé. Wat verwacht jij van hem? Deze man is zo doelgericht, zo trefzeker. Daniel Olmo, prima gekeerd. Die boven op doen. De bal komt voor het doel. Ze krijgen die bal maar niet weg. Hij neemt de bal op de schoen. Simpel geblokt. Inworp voor de tegenpartij na die actie. Er is een medespeler in de buurt. Werner. En daar eindigt de aanval. André Silva. Daar gaat de bal. Naar de eerste paal. Nou en bedankt hè, zegt de keeper. Want de voorzet eindigt uiteindelijk veilig in haar handschoen.
Ja, de arbiter zag het. En de aanval van Paris Saint-Germain kan door. Mbappé leidt de aanval in. Kijk eens naar die slimme dribbel naar voren. Perrette, de spel gaat door. Schot wordt goed geblokt. Frenkie de Jong. Door op Neymar. Sterk verdedigd op de eigen helft met die tackle. Ja, dit zijn de reddingen die het verschil maken, zie je het. Hier laat hij zien wat hij kan. Hij pakt die op eigen speelhelft. Hier zou een counteraanval kunnen aankomen. De verdedigers schakelen niet snel om. Die counter leek gevaarlijk te worden. Maar ze zijn de bal weer kwijt. André Silva. Nu op doel. En goed zeg, dat blok. Kylian Mbappé. En Neymar hier. Terug naar Neymar. En weer in balbezit. Daar kan hij worden geholpen door een medespeler. Hij kan opstomen met de bal. Die houdt hem tegen. Neymar met een geweldige kans. Oui, c'est un but, monsieur, pour Paris Saint-Germain. De Paris. Een uitbraak en door die mooie individuele actie komt hij zo ver dat hij gewoon kan scoren. Deze goal kun je gewoon helemaal op zijn Messi. Diaby. André Silva. Werner. Een behoorlijke duik hoor, voor de keeper. Er wordt een beroep op de bank gedaan bij Leipzig. Het publiek laat zich horen. Hun ploeg heeft het moeilijk, maar de hoekschop biedt perspectief. Misschien door deze mogelijkheid de ploeg om de achterstand te verkleinen. De scheidsrechter fluit af. Tijd voor. Daar fluit de scheidsrechter voor het begin van de tweede helft. Van deze heenwedstrijd van de achtste finale in de Champions League. Nou, kom erop met die tweede helft. Tegenpartij aan de bal. Gevaarlijk dat hij daar de bal kan afpakken. Werner. En prima gered daar. Hoekschop komt voor. Nee, die bal moet je beter wegwerken. Dat oogte gevaarlijk, maar ze hebben het opgelost. Niet meer in balbezit na die ingreep. Bal vast in de handen. Ik heb trouwens nieuws over die transfergeruchten van de laatste tijd. Ze zijn bevestigd. De transfer gaat dus echt plaatsvinden. Ja, ik denk dat ze behoorlijk wat profijt kunnen gaan hebben van al die jaar. Oh! Dat geen goal wordt. Koekoe verliest de bal. Marco Verratti. Mbappé. Geweldige mogelijkheid van Mbappé. Weer een treffer en wat een feest hier. Het feest gaat beginnen, want er liggen er drie binnen. Dat was alweer het derde doelpunt. 3-0 de stand. Zet in het strafschopgebied. Het is toch een makkie voor de keeper. Een eenvoudige buit maken. Er zijn mogelijkheden voor een counter. Hier is de grote Sergio Ramos. Goed gepakt door de keeper. Weggegeven door Lionel Messi. Neymar. Ze hebben de bal terug en nu tempo maken. Koulaksi, niet normaal. Die redding. Corner voor het doel gebracht.
Marco Verratti. Gulaksi bovenaars die redding. Daar vinden ze Van Dijk. Ziyech, die kan erin. Ja, die gaat erin. Wat een overtuigende wedstrijd. Het verschil is nu 4 treffers. Hier is Telraam journalistiek nodig. We gaan verder met een afgetekende score. 4-0. De tegenstander weet er niet aan te stoppen. Dit is mooi verdedigend werk. We hebben nog 20 minuten te gaan. Kylian Mbappé. Terug naar Messi. Goede tackle op de eigen helft. De bal is weer in bezit. Dit kan een counter worden. Nu moet het vervolg komen. Komt er een doelpunt aan. Hij kwam 1-1 met de keeper te staan, maar verprutst die kans. Ja, maar je kunt ook zeggen, Siert, dat het knap is hoe de keeper de bal pakte. Ik vind dat hij hiermee zijn ploeg redt. Dat wel. Neymar. Sergio Ramos. Dat is Lionel Messi. Frenkie de Jong. Een zwak moment. Ja. En bal kwijt. Frenkie de Jong. Daar is ondersteuning voor de aanvaller. En een mooie kans. Hij houdt de bal er knap uit. Bal voorgegeven door Nkunku. Leimer. Werner. Oh, wat een kans zeg. Dit was toch een mooie afstand om hem tussen de pallen te krijgen. Maar hij gaat op het aluminium. Maar zie het. Gewoon veel te hard geschoten. Dat moet met beleid. Nu is hij hem kwijt. Dit is Dani Olmo. Over 7 minuten is de reguliere speeltijd voorbij. Goed gedaan. Hij zat er bovenop. Javert. Een fraaie lop. Ja, het is een paas. Dani Olmo. Dit is je Kaufman. Hombre. Schitterende treffer. Ach, kijk eens. Er komen sterretjes voor die bal. Hij doet het met een prachtige volley. En de doelman, ja, die kan er alleen maar naar kijken. Hij zou eigenlijk moeten applaudisseren. We trappen af met een score van 4-1. Neymar Junior. Kylian Mbappé. Ja, mooie redding van Gulaksi. Helemaal gestrekt. Er gaat een wisselspeler in het veld komen voor Leipzig. Goed op blok gezet. Marco Verratti. Kans van dichtbij. Goed opgelet door de keeper. Bal wordt voor het doel gebracht. Die corner is te kort en komt daardoor niet aan. Einde duel. De zege is voor P. Eist alle aandacht op. Het zal ons niet verbazen als hier vandaag. Allemaal een hartelijk welkom vanuit het Parc des Princes. De thuishaven van Paris Saint-Germain. Mijn naam is Sierke Vos. En achter die andere microfoon zit Jeroen Grütte. En vandaag zullen we getuigen zijn van een kwartfinale wedstrijd in het toernooi. Het is Paris Saint-Germain tegen Nantes. Oh, 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 wat zou ik nu graag in de kleedkamer van de bezoekers zitten. Ik vraag me echt af met schietkans. Oh, fantastisch verdedigd. Oh, wat ruimte aan de zijkant. Hij is er voorbij. Knap gekeerd door de keeper. De startopstelling van Paris Saint-Germain van vandaag. Onder de lat vinden we Donnarumma. Virgil van Dijk begint als centrale verdediger, net als Marquinhos. Hakim Ziyech speelt als centrale middenvelder. Samen met Frenkie de Jong. Lionel Messi staat voorin. Samen met Kylian Mbappé.
dat ze een schot willen zien op de tribunes. Dat is een uitstekende reactie van de keeper. Ah, veel te wild geschoten. Nou, ja, dan krijg je dit. Moet je kijken, de toeschouwers die lachen erom. Lionel Messi, nou ja, ik mag Leo zeggen, blijft een superster die een wedstrijd kan beslissen. Jeroen, wat verwacht jij van hem? Dat is een eerste klas balgoochelaar. Ja, fantastisch om naar te kijken. Ik ben benieuwd wat hij vandaag voor ons in petto heeft. Hier is de kans op de voorsprong. Hij laat gewoon geen doelpunt toe. Bal komt voor in het 16 meter gebied. Bal opnieuw achter. Nog een corner. De doelman hoeft zich niet ver te strekken om die kopbal te weren. Dit is een vrij zwakke inzet. Wat een makkelijke redding. Messi levert hem in. Zeldzaam. De overtreding is opgemerkt. Maar de arbiter geeft de FC Nantes voordeel. Neymar. Bal door Neymar weggegeven. Ludovic Blas. Donnarumma. Prachtige redding. Ze wachten op een kans om toe te slaan. Ach, dan werd ik even zelf het bos ingestuurd. Nou ja, zelfs van het pad af. Ze verspelen de bal. Achter de linie is gestoken. En is hier de voorsprong? Ja, die is voor Donnarumma. Gevaarlijk. Dat hij daar de bal kan afpakken. Doelpoging, schot. Hij blokkeert het schot. Listige steekbal. Ludovic Blas. Ja, ze maken hem. Eerste doelpunt van dit duel. En dan gaan we eens kijken wat Paris Saint-Germain aan de achterstand kan doen. Messi. Virgil van Dijk. En Verratti geeft hier de bal weg. Als we naar de cijfers van het balbezit kijken, dan zijn die niet gunstig voor de bezoekers. Maar doelpunten zijn belangrijker dan balbezit. En wat dat betreft, moet ik zeggen, boeren ze hier prima vandaag. Woutje, bedankt. Van die keeper. De keeper met de reflex en hij tikt de bal weg. Eén doelpunt voor. En met deze hoekschop kan die voorsprong nog groter worden. Bal naar de spelers in het centrum. Zo, dat was helemaal niet zo makkelijk. Nou, dit is gewoon een heel knappe redding, zie je. Want er was nauwelijks tijd om te reageren. Ik zie hier mogelijkheden voor een counter. Zien zij ze ook. Hij ontsnapt, hij moet scoren. Prima gekeerd. Paris Saint-Germain verliest de bal. Speelt een hoge steekbal. Van Dijk met een blok bij die voorzet. Messi. En Neymar hier. Raakt de bal kwijt na die tackle. Ja, jammer. De tegenstander zit mis. Een steekpaas, dat kan iets opleveren. Oh, dat is jammer. De grensrechter heeft buitenspel geconstateerd. En steekt de vlag omhoog. Ja, zonde hoor. Als die paas nu net iets eerder was gegeven, dan hadden ze misschien wel kunnen scoren. De scheidsrechter fluit voor de rust in het park. Daar is het fluitsignaal. De tweede helft is begonnen.
PSG staat achter. Maar is nog zeker niet kansloos. En daar is dan de voorzet. Donnarumma, prachtige redding. Kylian Mbappé. Dat doet hij goed. Ruim baan op de vleugel. Bal wordt onderschept. Neymar Junior. Messi. Een mogelijkheid voor Neymar. Doelman ertussen, spel gaat verder. Nou, in twee keer valt hij binnen. Goed gekiept in eerste instantie. Maar uiteindelijk gewoon kansloos. Ja, bedankt voor de moeite. Ik moet zeggen dat de doelman het in eerste instantie best goed doet hoor. Hij redt op de inzet. Maar dan heeft hij niet veel geluk in het vervolg. Het bal komt weer terecht bij de tegenstander. Ja, dan is het alsnog lang. Beide teams hebben nu gescoord. 1-1. Dat is nou goed gebruik maken van de bal. Tja, zul je net zien. Bal onderschept en de aanval loopt dood. Hij rukt op richting tegenstander. Gaat hem schieten. Weet gevaarlijker dan het was. Uiteindelijk geen enkel probleem voor de keeper. Dat schot. De bal moet ingegooid worden. Van Dijk haalt het gevaar uit die voorzet. Deze week is er weg. Is denk ik een counter mogelijk. Neymar. Nee, deze counter eindigt niet in het doelpunt, maar in balverlies. Delors. Johannes Geis. Ruimte aan de zijkant daar. Helaas, die veelbelovende aanval komt toch ten einde. Lionel Messi. Hij gaat verder. Ludovic Blas. En het doelpunt. Ze gaan weer aan de leiding. Niet de waterleiding, nee, de champagneleiding. Dit zou wel eens de winnende kunnen zijn, want zo lang duurt het niet meer. Ze kijken nu of er ergens een opening in die verdediging valt. Balverlies en de aanval is alweer voorbij. Foutje, bedankt. Paris Saint-Germain met een vrije trap. De coach wil een andere speler gebruiken. Tegengehouden door de muur. Dit wordt natuurlijk de gelijkmaker. Ja, doelpunt. En dan is de stand weer gelijk. Heel lang hebben ze niet van hun voorsprong mogen genieten. Nou, dit is natuurlijk een makkie. Deze had oma nog wel gemaakt. Maar ja, het is natuurlijk ook een kwaliteit, hè? Om altijd maar op de goede plek te staan. En om dan goedmoedig te blijven. En zo'n kans te benutten. En weer staat het gelijk. Ze geven elkaar geen duikbreed toe. Messi. En Hakimi. Mbappé. Op schot voor Paris Saint-Germain. Op zoek naar de voorsprong. Er wordt nu een beroep op de bank gedaan. Net als bij Monaco. En weer gescoord. Zo, wat gaat dat snel. Die laat er geen gras over groeien. Ja, er ligt natuurlijk al gras. Veel lager gras. Dat wordt veel van groeien. De woede van de trainer kan ik wel begrijpen. Moet je nou toch zien. Als je op die plek de bal inlevert. Ja, dat is natuurlijk gewoon vraag. Het zou wel eens beslist kunnen zijn met deze late treffer.
Messi. Op Frenkie de Jong. Geweldige mogelijkheid van Mbappé. Fantastisch keeperwerk. Technisch fraai. Hij houdt hem gewoon. Ja, de paas was net niet goed genoeg. Het wordt een inworp. Frenkie de Jong. Ja, Messi schiet. Ja, raak en die tellen we hoor. En dan staan ze nu opeens twee doelpunten voor. Dat gaat snel. Die speler die heeft waarschijnlijk bovenbenen van graniet of zo. Kijk eens hoe hard hij de bal inschiet. Lekker hoor, als je zo kunt scoren. Nou, genoeg te genieten vandaag. Het staat 4-2. Nog 6 minuten reguliere speeltijd in deze wedstrijd. Ja, mooie steekpaas. En hij kan doorstomen. Ja hoor, en met dat doelpunt beslissen ze deze wedstrijd. Voor zover dat nog niet gebeurd was. Niet normaal zeg. Die steekpaas van Neymar. En dan krijgt Mbappé die bal. Ja, die weet daar wel raad mee. Ramt hem hard in het doel. De voorsprong is door dit doelpunt nog groter geworden. De zegen komt daardoor niet meer in gevaar. Laatste minuut van de reguliere speeltijd. Messi. Messi moet scoren. Uitstekende ingreep. Dat is een cruciaal moment hoor. En daarmee heroveren ze de bal. Houd het hoofd koel, kerel. Daar is het slotfluitje. PSG